Yo, beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe serie op mijn kanaal. En het is Minecraft programmeren. En nou, jullie denken vast, wat is Minecraft programmeren? Je eigen comment maken. Je ziet ook heel veel van die plugins. Je kan je eigen comment maken of eigen menu. Maar als jij denkt, ik wil dat eigenlijk zelf doen en ik vind het veel leuk om het echt zelf te typen en het is mijn hobby. Nou ja, dan kan je dat dus doen. Je kan je eigen comments maken. En wat bij sommige dingen niet kan, is je eigen message laten versturen. Bijvoorbeeld bij die eigen comments of chat comments of zo. Je kan niet je eigen message laten sturen. Of als dat jij een slash stats wil bij een kit.php plugin. Terwijl dat helemaal niet kan. Of een leaderboard. Bijvoorbeeld als jij daar coins wil hebben. Dus zoveel aantal coins die je in de game hebt. Dan kan dat niet, omdat die data niet... Van in die game niet op het leaderboard kan, omdat dat niet bij elkaar gestopt is. Daarom is het handig om eigen plugins te maken. Nou ja, en ik ga jullie even een paar basics laten zien, wat natuurlijk heel belangrijk is. Dus ja. Wat heel belangrijk is, een int gebruik je vaak. Een dubbel. Extends, implements, extends. Oh ja. Ik heb nog helemaal geen eens. Wacht even. Java erin gedaan. Dus hij herkent het geen eens als een. Wat stom. Importen. Import. Nou ja, hij kent dit geen eens als een. Ik snap het even niet. Maar ja, ook al maak ik niks uit. Een int is heel belangrijk als je het even weet. Onthoud het. Een dubbel. Extends. Implements. Een boolean. Ga je later heel veel gebruiken bij comments. Dus onthoud het zeker. Een public. Public is heel belangrijk. Of privé. Kan ook nog. En een public en een privé is heel wat anders. Een privé is dat je iets niet ziet. En een public is, het zegt het eigenlijk zo. Dus ja. Maar je kan ook heel veel dingen doen. Je kan ook public void doen. En wat een void is, leg ik je in een video uit. Wat wel iets anders is. Dat heet make your very first comment. En daar leg ik je dat wel in uit als het goed is. Nou ja, onthoud het dus heel goed. Een int. Je zal het wel gebruiken. Een dubbel. Je gebruikt het niet vaak. Wel eens. Gebruik je super vaak. Bij elke plugin. Zoals je ziet. Extends. Implements. Is ook heel belangrijk. Gebruik je ook bij elke plugin. Bij implements. En een boolean gebruik je ook heel vaak. Een public. En een private. Gebruik je niet heel vaak, je gebruikt meestal een public. Of eventueel zou ik ook wel zeggen, public void gebruik je meestal. En dan heb je nog heel paar belangrijke dingen. Een command sender. Zou je ook heel vaak gebruiken, command sender. Sterker nog, een van de belangrijkste dingen die je kan gebruiken in codewereld. Ja, dit is toch zeker een van de belangrijkste dingen die je nooit mag vergeten in de wereld. In de codingwereld. En privé, nou ja, je gebruikt niet vaak. Het kan. Nou ja, int gebruik je wel. Een dubbel gebruik je ook niet vaak, zoals ik al zei. En dit was de eerste tutorial. Heb je nou genoten van deze video? Ik zeg, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En Als jij die volgende video wil zien, smash dan dat like button omhoog, want dan gaan wij ons eerste heel comment maken met een message, waarschijnlijk ook nog. Dus ja, later mensen, doe die duimpje omhoog.